Toch loop ik op de aarde rond, want ik ben zo dope dat ik niet langs de douane kom. Yeah. Nega, zeg ik het zo goed? Ja, helemaal goed. Wij gaan zo een lesje straattaal van jou bijwonen. Wat kunnen we verwachten? Nou, ik ga proberen de mensen zo goed mogelijk bij te scholen in de kunstvorm die straattaal heet. Het is iets wat constant verandert. De woordjes veranderen soms met de week of met de maand. Dus ik ga mijn best doen. Maar wat ik wel zeker weet is, na deze workshop kunnen ze zich wel... Ze kunnen zich wel wegwijs maken. Oké, er zitten alleen maar vrouwen in de zaal volgens mij vandaag. Is straattaal nou echt een mannending of is het ook een vrouwending? Maakt dat helemaal niet uit? Dat maakt niet uit, nee. Het is iets meer, het is wel iets van de jongeren, ja. En wat zijn de straattaaltrends van dit moment? Zijn er nu bepaalde woorden in opkomst? Ja, bijvoorbeeld lit. Lit is heel erg, is een hype. L-I-T? Ja, niet L-I-D, maar L-I-T. En het betekent? Lit is leuk, gezellig, tof. Ik ben lit, ik ben leuk. Ja, klopt. Ja. Nou, ik hoop dat we zo nog wat andere dingetjes gaan oppikken. Ik ben heel benieuwd. En we spreken je straks nog even. Oké, tot zo. Yeah, en gooi die handen in de lucht. We below hot shit en ze gaan niet meer terug. Ijskoud shit, voor de rappertjes gefukt. Wauw, Nega, dat was een heerlijk lit, Domwell, Faya lesje. Welke moet ik hier nou uitkiezen? Nou, kan het allemaal? Nou, allemaal kan. Domwell, lit. Ik ben blij dat ik hier wat heb kunnen leren met. Nou ja, ik heb nog nooit zoveel geleerd in een half uur. Ja, ik wist niet dat ik zo'n goede meester was, maar dankjewel. En je gaf aan dat je vroeger heel veel op straat te vinden was. Veel bloden, op straat ging chillen, blowen. En nu ben je begeleider voor jongeren met een licht verstandelijke beperking. Hoe leer jij nu je nieuwe straattaal worden? Van hun. Ik leer heel veel. Ik luister, ik observeer heel veel. En als ik iets hoor wat ik niet begrijp, dan vraag ik dat. Zij houden me scherp. En je hebt een dochtertje van 10. Leer je die straattaal? Leer je die Nederlands? Leer je die van alles wat? Nee, ik leer haar geen straattaalwoordjes, maar ik let wel op dat ze niet te veel woordjes meekrijgt. Want mijn dochter begon het laatste derbe, toen dacht ik van, Kate, jij woont in een dorpje bij Rotterdam. En ze is 10? En ze is 10. Wie leert jou derbe? En dat kon ze toen. En toen dacht ik van, oké, Maurits, scherp blijven. En kan je nu in een straattaalzinnetje nog even zeggen hoe leuk het was op Linda Festival en of je volgend jaar terugkomt? Het was lit. Volgend jaar kom ik zeker wel terug. Kom ik wat otpakken. Kan ik een applaus krijgen voor deze jongen?